Hoi Bernard, ben je daar klaar voor? Cheers. Dan gaan we aan beginnen. De televisie is erbij vandaag, hè? Ja, ja. Het is een historische dag, toch? Met allemaal ronde getallen. Ik zit 50 jaar in de cannabis. Ik word 70 dit jaar, Jolanda wordt 50. En ik ben 25 jaar met haar getrouwd. Dus, zo, proficiat. Ja, allemaal reden om dingen te vieren. Leuk, we gaan er wat van maken. Oh ja, en vanwege die tv, jongens, ga ik dus vandaag het hebben over de eerste helft van mijn presentatie over coffeeshops en cannabis, hashwiet enzovoort. Dingen waar ik normaal niet zo over praat. Dus vooruit. Oké, veel succes. Dankjewel. Eventjes voor in beeld. U zult zich afvragen, wat doet deze meneer naast Bernard Brani? Dat ga ik u uitleggen. We zijn vanmiddag hier ook filmopnames aan het maken voor een documentaire over cannabis. Bernard is een van de hoofdfiguren in die televisieserie en de documentaire serie. En we maken daar vanmiddag opnames voor tijdens zijn presentatie. Dan draaide ik een pure joint, zoals ik dat had geleerd van die Amerikanen. Dan rook ik dat met die eigenaren en zijn hulpjes. En die waren niet gewend om puur te roken, dus die werden knetterstoond. En dan zei ik, oké, dan gaan we even tafelvoetballen. En dan maakte ik ze natuurlijk weer helemaal in, want ja, ik was gewend. En dan hadden zij het idee van, ja, hij weet wel waar hij over praat, weet je wel. En dan kochten ze een kilootje om te proberen. Hallo, hoe heet jij? Bernard, ik heet Rini. Bekend gezicht. Buurman, ja, jaren geleden. Iedere keer dan doe je weer nieuwe dingen op en eventjes inkopen, zaden kopen en zo. Ik kom eigenlijk ook een beetje op aanraden van dokter Ilse van Es. Dat is de specialist van de Sint Maartens Kliniek op het gebied van alleen dwarslesies. Ik verkoop het niet. Ik geef het weg. Ja. En de plantjes die poot ik zelf.